Bridget Maasland uit haar bezorgdheid over de scholing van de kinderen van Wietse de Jager, die onlangs naar Bonaire zijn verhuisd. Ze benadrukt dat ze begrijpt dat Nicolette Kluiver terug is verhuisd naar Nederland vanwege het onderwijs op Bonaire. In de de BLVD-podcast merkt Bridget op dat het begrijpelijk is om kinderen hier naar school te laten gaan. Showkenner Erik de Munk deelt zijn begrip en noemt het ergens ook wel jaloersmakend om zomaar op een tropisch eiland te kunnen wonen. Hij wijst op bekende Nederlanders zoals John Eubank en Kelly Weekes die op Ibiza wonen. Erik zou het zelf ook wel lekker vinden om bij zonsondergang op zijn laptop te zitten op zo'n plek. Bridget benadrukt echter dat het ook belangrijk is om voor de kinderen te kiezen. Ze wijst op het verschil in levensstijl op Bonaire, waar kinderen als mogelijk op blote voeten buiten rondlopen. Toch lijkt het onderwijsniveau op Bonaire volgens Bridget niet ideaal, en dat zou zorgen baren voor Wietse de Jager, wiens gezin onlangs naar Bonaire is verhuisd. Erik voegt toe dat zo'n tropisch eiland uiteindelijk wel zou vervelen. Bridget bevestigt dit en merkt op dat er meer is dan alleen strand, kokosnoten en palmbomen. Ze delen de gedachte dat Australië een fijn land zou zijn om naar te emigreren, vanwege het mooie weer, de vriendelijke mensen en de uitgestrektheid van het land.